ai, dat is pas handen, jongens. Kleine stappen blijven maken en ten alle tijde trots zijn. En ten alle tijde alhamdulillah zeggen. En ten alle tijde niet kijken naar een ander. Ai, waar zal ik toch weer beginnen, jongens? We hebben de remmen een klein beetje losgelaten. Eind 2019 heb ik besloten om een nieuwe documentaire te maken. En ik maakte een post op Instagram en ik zei van... Wie wil mijn bicep weer shredded zien? Wie wil mijn bicep weer in een nieuwe documentaire zien? In een nieuw jasje? En ik had veel reacties van mijn bicep. Die eerste documentaire heeft mij goed gemotiveerd. Maak nog een documentaire. Laat weer zien hoe je shredded wordt, dit en dat. En zoals jullie zien, ik heb de remmen losgelaten. Dit is mijn bicep. Hoeveel is het vandaag? Het is vandaag 5 januari. 5 januari, mijn bicep op 5 januari 2020. Ik heb de remmen losgelaten zoals je ziet. Het is niet dat als je de remmen loslaat, je moet denken van... Ja, ik kan niet meer tegenaan of dit. Nee, iedereen laat wel eens de remmen los. Alleen of je het ziet, is een andere vraag. Als je mij telkens met kleding ziet, zou je ook denken van... Oh, show, hij is shredded, hij blijft shredded. Nee, maar ook ik laat de remmen los. Ik heb een haartransplantatie gedaan zoals jullie zien. Ik heb een haartransplantatie gedaan. Ik heb wat privé dingetjes waar ik veel mee bezig was. Ik heb 2 kinderen waar ik heel druk mee bezig ben. En ook ik ben vader en motivator en ondernemer en alles in één. Dus ook ik heb het druk, niet alleen jij, beste kijker. Met deze documentaire, met deze kleine video, probeer ik mensen te laten opstaan. Probeer ik mensen te motiveren om het maximaal uit hun leven te halen. En zoals je ziet, mijn bicep op 5 januari 2020. Het is niet het beste. Maar goed, ik ga er wel inshallah het beste van maken. Mijn bicep in 2020 met een nieuwe documentaire. Die jouw beste kijker gaat laten opstaan. Vandaag, de dag 5 januari, is dat we gaan beginnen. Waar zal ik toch beginnen? Waar zal ik toch beginnen, jongens? Vorig jaar, januari 2019 zo. Had ik besloten om een documentaire te maken. Het was goed, het was leuk. Het waren 3 zware maanden. En op een gegeven moment dit jaar, in november, heb ik een haartransplantatie gedaan. En door mijn haartransplantatie mocht ik niet trainen. Dus het was en-en. Ja, Mobicep, we zijn 3,5 weken verder. Ja, toch? Ik zie echt een grote verandering. Wat deed haar met je? Ja, haar, ik zeg eerlijk, zonder haar was moeilijk, man, bro. Zonder haar iedere keer ook niet zulke kleding aandoen wat ik nou aan heb. Normaal had ik alleen maar trainingspak aan en petje op. Maar nu, alhamdulillah, ik zie dat mijn haarlijn terug is gekomen. En ik voel me er wel veel beter door. En op een gegeven moment dacht ik van, laat me nog een documentaire maken. Ik had, ja, nu ik terugkijk, geen spijt. Maar op het begin had ik wel spijt dat ik weer wat had beloofd aan de mensen. Ik zei van, ik ga weer droog trainen in 3 maanden tijd. Maar ik was 110 kilo en op een gegeven moment, het was best wel moeilijk. Het was moeilijk om van 110 kilo weer een beeld te krijgen hoe je eruit gaat zien op 94 kilo. 16 kilo afvallen. 16 kilo afvallen in 3 maanden tijd is wel, hoe ze het zeggen, te veel hooi op de vork genomen, begrijp je? Weet je wat is bij mij? Mij met fitness, ik vind fitness gewoon leuk. Maar mijn voeding is echt, ja, zoals je ziet, gewoon minder, man. Nu zijn we gewoon weer begonnen met een nieuwe documentaire. En over een kleine 3 maanden gaan jullie zien hoe ik er dan uitzie. Nu ben je gewoon lekker rustig. 20 kilo, 20 kilo beide kanten. We kunnen ook sowieso veel meer. Dat gaan we ook sowieso naarmate de 3 maanden ook doen. Maar we gaan gewoon lekker weer easy een beetje beginnen, man. Ai. Zijn we begonnen, jongens. Als je iets wil bereiken in het leven, moet je gewoon doorgaan. Dat is het enige wat ik aan mensen wil meegeven is. Ik wil nog blokjes, dus ik ga daarvoor. Ik wil blokjes, dus ik ga daarvoor. Ik blijf doorgaan en ik haal het maximaal uit mezelf. En uiteindelijk ga ik niet opgeven, want als ik opgeef, welke motivator ben ik dan? Mobicep de motivator, papa. Ontspannen, papa. Mijn buik was gewoon echt naar buiten gekomen. En dan krijg ik veel reacties van mensen die foto's hadden gezien. Zeggen van,
kan niet, man, dat jij zo was. Kijk deze documentaire verder en dan zou ik zeggen, geniet er gewoon van en denk van, ja, ook van 110 kilo kan jij afvallen. Moza tegen mij, kom, we gaan nog een keer een documentaire doen. Hij dacht, ik ga dit jaar weer hetzelfde doen, omdat hij dan toch had 3 weken niet getraind omdat hij met zijn haren zat. En toen zei hij tegen mij, vanaf 1 januari ga ik weer knallen en dan ga ik weer een documentaire voor de mensen online gooien om hen weer te motiveren en te laten zien dat het lukt. En de eerste maand ging nog redelijk moeilijk. Hij had echt onderschat. In december ging hij bijna elke dag uit eten. Hij kon 3 weken niet trainen, dus hij was echt zwaar aangekomen. En wij zelf, ik zelf zag dat niet echt, dat ik elke dag met hem ben. Maar voor andere mensen die na een week of 2 weken hem weer zagen, zagen echt, hij is echt aangekomen. We zijn net klaar met trainen. We zijn nu lekker ontspannen hier bij een restaurantje met mijn bradas. Even rustig wat eten. Zoals jullie zien, we hebben hier wat kipfilet. We hebben hier een lekker omeletje. Ja, we zijn nog niet begonnen met dieet. Maar dit is ook niet verkeerd. Dit is ook handel. Hè? Ja, kom. Het staat fijn. Graag gedaan, man. Toe ver. Doei. Veel mensen krijgen weer liefde. En dat geeft je dan ook weer een extra motivatie om te knallen. En je moet doorzetten, smoke hebben, jongens. Doorgaan. Tweede sessie van vandaag zit er ook gelukkig op, jongens. Ik heb net biceps, triceps en bike en cardio aangepakt. Heerlijk. Maar ik werd net gebeld door een vriend van mij en hij zei me van, Mo, heb je wat te doen? En ik zeg, nee, ik ben net klaar met trainen, wat dan? Hij zei van, als je niks te doen hebt, laten we even lekker naar Aqua Asia gaan. En ik zei, ja, ik ben eigenlijk bezig met een documentaire. Maar het is niet zo dat ik in één keer ga zeggen van, ja, nee, ik ga dan niet meer naar Aqua Asia toe. Ik ga nou niks meer doen. Nee, we zitten lekker in de eerste maand, dus laten we gewoon lekker nog genieten. Richting de tweede, derde maand gaan we echt gas geven. Maar de eerste maand is het gewoon lekker nog een beetje genieten, jongens. Dus niet ineens stoppen met van alles en nog wat. Nee, ten alle tijden moet je nog lekker blijven genieten. Dus ik ga nu lekker naar huis toe, douchen, omkleden. En dan ga ik gewoon even naar Aqua Asia, jongens. Dus we gaan het niet te bond maken. We gaan niet de remmen loslaten. Maar we gaan wel gewoon lekker uit eten, jongens. We zijn geen konijnen, hè? Alleen maar gras eten. Ciao! Adikirishides! En daar zijn we weer, jongens. Training zit erop. Vandaag wilde ik mezelf houden aan een strikt dieet. Maar kijk eens wie we bij hebben, jongens. Vandaag is mijn brada Smaga gewoon jarig. En we zijn met Clay Jones, papa. Vandaag wilde ik gewoon lekker heel goed op mijn voeding passen. En kreeg ik een belletje van mijn broeder Smagago. Hij zegt, luister, ik ben vandaag jarig. Vandaag moeten we er even, inshallah, een leuke dagje van maken. Laten we even naar Aqua Asia gaan. Dus, ja, we zijn er, jongens. Aqua Asia, Frankse. Waar gaan we? Aqua Asia. Vaker dan Clay Jones. Vaker dan, bro. Voor de mannen die Clay Jones niet kennen. Frank's de man achter de schermen. Helemaal droog, jongen. Ja, jongens. Inshallah, over een kleine 2 maanden zijn we weer helemaal shredded. We gaan er alles aan doen, inshallah. Maar vandaag gaan we lekker eventjes genieten. Je moet in alle tijden gewoon lekker blijven genieten. En jezelf blijven. En niet denken van, ja, maar ja, ik ben bezig nou met afvallen. Kan ik wel uit eten? Ja, zeker kan je gewoon lekker uit eten. Je moet gewoon lekker ontspannen. Ciao. Ik weet nog de eerste dagen dat ik weer ging beginnen. Het was even weer inkomen. Want voor degenen die me allemaal kennen, die me volgen, die weten mijn bicep, Aqua Asia, uit eten, lekker genieten, ontspannen. En ja, de eerste maand was toen aangekomen. De eerste week begon lekker te knallen. Trainen gaat gewoon nog steeds hetzelfde. Ik deed gewoon nog steeds precies hetzelfde wat ik altijd deed en wat ik voorheen deed. Maar op een gegeven moment zag ik dat mijn voeding, dat niet echt 1, 2, 3, dat ik die omschakeling kon zetten. Mijn voeding was nog steeds gewoon niet oké. Maak, hè? Die moet je met sushi eten, hè, maat? Hé, hey bro, kom op. Zit je mee hier? Nee, maar. Die moet je drinken, jongen. Je moet die drinken, man. Ja, die moet je drinken. Deze of deze? Gaan we gewoon voor die water of gaan we voor die cola? Ja, laten we vandaag gewoon lekker voor die cola gaan, jongens. Dat is handig, jongens. Bismillah. Een hele goede morgen, jongens. Oh, ik ben kapot, man.
Gisteren hebben we er een lange dagje van gemaakt. Nu zijn we weer lekker onderweg naar de gym toe met mijn brada. Huh? Mijn gezicht is nog steeds een bolle gezicht. Check het even. Gisteren zijn we ook uit eten geweest. Maar mijn brada smaakte gewoon en zo. Mijn brada was jarig. Mijn brada smaakte gewoon was jarig. Dus we waren gisteren even lekker ontspannen, lekker uit eten geweest. En ja, nu gaan we er gewoon weer tegenaan, jongens. We zijn nu een kleine 3 weken verder. En ik voel me op zich prima. Maar het kan ten alle tijde sowieso beter. En zoals ik al vaker heb aangegeven, is gewoon de eerste maand gewoon een beetje opvoeren, begrijp je? Zo doe ik het dan. Kijk, natuurlijk haal je het maximaal uit jezelf als jij gewoon strikt aan je dieet houdt. Maar bij mij vind ik het altijd fijner om gewoon de eerste stapje gewoon licht te beginnen. Gewoon de eerste maand gewoon rustig op te pakken. En richting de tweede maand probeer ik steeds meer en meer. Ik zie gewoon wel, ik ben wel wat droger geworden. Ik ben een kleine 2-3% vet afgevallen in de eerste 3 weken. Ja, we zijn ook kleine 3, bijna een maandje verder. Het gaat op zich prima. Trainingen gaan nog steeds gewoon lekker soepel. Het enige waar ik een beetje last mee heb is gewoon met die uit eten, man. Wanneer ik connect word om lekker een hapje ergens te gaan eten, ben ik niet degene die nee zegt. Ik vind het wel leuk en ik vind het gezellig. Ik hou van gezelligheid. En afgelopen week ben ik ook, ik denk 2 keer al sowieso uit eten geweest bij Aqua Asia. En weet je wat nou is? Ik heb nou gewoon een doel voor ogen en die doel wil ik dan bereiken. Op dit moment zie ik er zo uit. Hoi. Pomp is er wel gewoon. Maar ik ga je laten zien hoe ik er nou uitzien. Die bovenste blokjes beginnen weer een beetje op te komen. Maar zoals jullie zien, check hier zo, kijk. Hier. Dit is die probleem. En dit is gewoon echt voeding, jongens. Mo bicep. Na een kleine 3 weken, een beetje opletten op voeding. Dit is hoe ik er nou uitzien, jongens. Zijn we er? Nee, we zijn nog lang. Begint er in ieder geval. Maar de tweede maand die nou gaat aankomen, is het gewoon volop knallen. Ik ga nu weer een stapje hoger. Ik ga iets minder met calorieën. En laten we gewoon verder gaan, man. We gaan even lekker wat boodschappen doen, jongens. Want Mobice houdt weer van koken, jongens. Bij de vorige documentaire was ik echt een jongen die niks wist van koken. En naarmate de tijd vond ik het gewoon steeds leuker om mijn eigen eten te maken. Weet wat je eet. Weeg af wat je eet. En het is leuk naarmate de tijd om verschil aan je lichaam te zien. En op een gegeven moment ga je zien dat je van een somber gezicht naar een glimlach op je gezicht gaat. En dat is uiteindelijk wat ik wil bereiken met deze documentaire. Och jongens. Als we nog vaker naar Aqua Asia gingen, jongen, dan komen we niet meer uit die auto, jongen. Kijk, dit moet je gewoon vermijden wanneer je honger hebt. Wanneer je honger hebt, moet je dit gewoon zwaar vermijden. Wanneer je in zo'n gang loopt, ja, dan is het kassa. Kaal 1 op 10. Gaat mijn bicep leuk om droog te worden? 9,8. Oh, 9,8. Alle vertrouwen in deze strijder, man. En nog iets, hè. Kijk, hij helpt mij nou met boodschappen doen. Maar vertel mij laatst ook, waar hielp het jou? In de gym, man. Kijk, dus ik hier ben in de gym en helpt mij hier met boodschappen doen. Dus we moeten elkaar helpen, snap je? Dikke shout-out naar jou, strijder. Thanks, hè, bro. Love. Of je gaat naar de snackbar, even snel een kipkorreltje eten of snel een broodje. Of je pakt gewoon snel een lekkere krikker met wat gezonds erop. Dus het is gewoon de keuze die je maakt. Het is alleen even wennen. Dus ik moet vandaag zelf even deze vracht aanpakken. En, we werken gewoon om onze doelen te behalen, begrijp je? Maakt niet uit wat je ook doet, je moet blijven werken. Je moet je droom blijven waarmaken. En hoe druk je ook bent, wat je ook doet, probeer ten alle tijde gewoon ook te blijven trainen. We zijn niet vers, dus we moeten wel zelf even vers maken. Langs de kapper. En vandaag gaan we ook even langs de winkel. Dikke shout out met deze strijder sowieso. Maak op, bro, hoe is het? Dank je, dat is met jou, nee? Heel bro. Dank je, dat is goed. Babor, deze man knipt me altijd. Maakt niet uit wanneer, hoe, wat. Hij staat altijd voor me klaar, man, bro. Toen ik hier op het begin kwam, ik weet, het was helemaal anders. Nu hebben ze een klein beetje iets aanpassingen gedaan, nog wat aanpassingen. Ze hebben van de week ook deze aanpassingen gedaan. Netjes, man, bro, respect. Kijk hier. Hij begint al een beetje terug te groeien. Je hartransplantatie, je weet. Ik kon een maandje niet trainen eigenlijk. En dat is mij een beetje ook fataal geworden, man.
Komt goed. Alles komt goed. Kijk in die spiegel en denk aan alle tijden. Alles komt goed. Ja, Mobisse. Alles komt goed, inshallah. Als jij maar die wilskracht hebt. Als jij maar door blijft gaan. Als jij maar blijft knallen. Mobisse, papa. Maar wat is het schouw in mij dat de documentaire goed gaat afmaken? Gewoon eerlijk. Dat moet zijn, 100%. Wat hebben jullie daar? Wat hebben jullie daar in de handen? Kijk hè? Shake van mijn bicep. Zo, maar geen prilka. Prilka mocht je niet, alleen eiwit shake hè? Ja, eiwit. En vind je hem lekker? Ja, heel lekker. En jij hebt je moek op? Ja, je hebt ook een filmpje van mij hè? Welk filmpje? Die van Karel. Welke? Die van Karel, Vubbels. Ja. Welke filmpje dan? Ja, wacht, ik laat hem even zien, huisvast. Oké, laat maar eens even zien. Oh ja, zeker man, tuurlijk man. Wat was voor jou die video? Ja. Oh, dat wist ik niet man. Hoe gaat het op school? Goed. Jullie goed jullie best? Jij ook? Ja. Die ook goed je best op school? En jij weet het zeker? Ja. Is goed, ik ga jullie snel spreken. Ja, is goed. Doei. Ja. Doei. 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 Salam alaikum. En we zijn hier, eens even kijken. Kijken of het een beetje goed uitziet. Ja. Wat ik heel belangrijk vind is altijd, wanneer we hier binnenkomen, dat ik gewoon alles... Gewoon naar voren wil, snap je? Ik wil dat alles gespiegeld is. Lauwe, goeiedag. Ik wil dat alles gewoon goed gespiegeld is en alles gewoon goed naar voren moet gaan, begrijp je? Is beter, mooier, is netter. Bro, hoe is het nou, zeg maar, dat je van normaal naar dit gaat in één keer? Het is raar man bro, het is raar man, ja? Alles is raar, gewoon alles is anders man. De mensen zijn allemaal anders, kijk weet je, en 9 van de 10 mensen zijn niet eens met jou omdat jij het bent, maar het gaat om de persoon wie je nu bent, snap je? Ze zijn met jou om wat je hebt, of ze zijn met jou om je imago. Je imago of wat dan ook, snap je? Ja. Kijk dus, het is moeilijk man. Kijk als ik hier bijvoorbeeld gas geef, mensen gaan, ja kijk naar mijn bluffertje. Terwijl je bent niet aan het bluffen, je bent gewoon aan het genieten, je weet toch? Maar had ik een Vodka zou ik gas geven, dan zou ze je uitlachen. Je weet toch, het is nooit goed bro. Ja. Nee, voel je ook verantwoordelijk voor de jeugd, zeg maar? Ik voel mij echt zwaar verantwoordelijk, ja? Man, bro. Ja, zwaar. Voel je die druk, hoor? Ja, zwaar, man. Ik weet gewoon wat ik plaats. Misschien 20% van mijn volgers, zeker. Dat is gewoon wat zeker is. Minimaal. 20%, minimaal 20% van mijn volgers, die doet echt wat ik gewoon doe, man. Ja. Als ik tegen die kinderen zeg van, ja, dit is goed, dan gaan ze dat doen. Snap je? Ja. Dus daarom probeer ik ze ook altijd mee te geven dat ze respect moeten hebben voor hun ouders. Dat is één ding wat heel belangrijk is. Respect hebben voor je ouders. Je best doen op school. Volg je geloof. Doe goed je best op school, respecteer de mensen. Gewoon al die belangrijke dingen probeer ik altijd gewoon te blijven herhalen. Ja. En er zijn volgers van mij die het irritant vinden. Mm. Maar er zijn ook 9 van de 10 volgers die vinden het gewoon fijn dat ik zulke dingen zeg, begrijp je? We zijn hier zo bij Temheat. Een kleine 2 maanden geleden plaatste ik een post dat je een reis kon winnen naar Mekka toe. Een kleine bedevaart. Er werd alhamdulillah massaal gereageerd. Maar ja, er kan er altijd maar eentje de winnaar zijn. Maar omdat er vele mensen hadden gereageerd, hebben we toch besloten 2 maal een reis weg te geven naar Mekka toe. Een kleine bedevaart. En hier zijn we dan. 1 dikke shout-out naar Awe. Aslan Umberum. Deze broeder gaat inshallah naar Mekka toe. Met zijn vrouw, met zijn geliefde of wat dan ook. 1 dikke shout-out naar deze broeder. Want hij heeft de reis gewonnen. Hoe voel je je broeder? Alhamdulillah. Ik voel me hartstikke goed. Het is nog steeds ongelooflijk. Dankjewel. Broer. Ja, dankjewel. Amen. Als eerst dankjewel dat jij zoveel mensen gelukkig maakt in jullie. Alhamdulillah, graag gedaan. Dat waarderen wij enorm. Vooral mensen uit Breda. Echt voor mij is het echt geweldig dat jij zoveel mensen blij maakt. Ook vandaag met het geven van 3 pakketten van Omra. Alhamdulillah, barakatuh. Geliefde broeders en zusters. Kijk, jullie zien prachtige video's van onze broeder Mo. Hoe hij de jongeren motiveert naar het goede pad. Dit is goed, hier moeten wij trots op zijn. En alle haters, dank jullie wel. Dat jullie in ieder geval negatieve reacties achterlaten enzovoort. Dat zei je maar hasanet. Ja, broeder, dus jullie, ja. Ik ga namens Temheat, ga ik vader en moeder van Mohammed een Omra reis gratis geven. Waarom doe ik dit? Omdat hij zoveel mensen blij maakt, wil ik ook hem blij maken. Ik ben kapot, man. Ik ga nou naar de gym voor de 2e sessie. Ik heb hier gewoon rustig, man. Pre-workoutje bij.
heb hier zo mijn koptelefoontje bij, jongens. Ik ga lekker cardio en ik ga gewoon een uurtje gewoon even volop cardio. Ik ben in de ochtend gegaan en heb krachttraining gedaan. Maar ik ging net op de weegschaal staan en ik ben gewoon niet tevreden. Gewoon echt letterlijk, ik ben gewoon totaal niet tevreden over mijn gewicht. Hoe ik nou aan het afvallen ben. Dus ik moet daar wat aan doen. En hoe ga je daar iets aan doen? Door je voeding aan te passen en gewoon iets langer gaan cardio, jongens. Want we hebben nog maar een kleine 2 maanden. En dat is niet lang meer. Dus we moeten gas geven. En daarom ga ik regelmatig 2 keer naar de gym om in de avond die cardio lekker te pakken. En om zo mijn resultaat inshallah te behalen. En die gezicht moet wel veel meer eraf, man. Check. Dus ik ben al bij de gym. En we gaan gewoon lekker cardio, jongens. Het is gym time! Als je wilt afvallen, het allerbelangrijkste blijven gewoon vertellen, jongens. De voeding moet je aanpassen. En natuurlijk daarnaast een beetje cardio. Dat is altijd nog beter. Maar je voeding moet je aanpassen. Je kunt wijlen met de kraan open, maar dan gaat het water ook niet weg. Water blijft dan komen. Maar weet je wat wel fijn is? Als je gaat cardio, dan ben je tenminste bewust van wat je eet. Want je ziet hoeveel moeite je moet doen om bijvoorbeeld 5-600 calorieën te verbranden. En 5-600 calorieën is net 1 maaltijd of 2 Twix. Of een Mars en een Twix. Dus dan ben je ook wel bewuster, snap je? Dus hey boys, alles goed? Dank je. Lekker wel knallen. Dus we gaan even lekker cardio nou. In de middag heb ik al krachttraining gedaan, dus we gaan lekker gewoon cardio. ...400 calorieën verbrand. Heerlijk. Mijn cardio zit erop. Ik kan nu een kleine 5-6 oefeningen voor buik pakken. Zijkant buikspieren, buikspieren. En daarna gaan we lekker naar huis. Wat kippenlin heb je nu werken, jongens. Ik heb honger. Dat is een gek. Ciao. Het is bijna donkerblauw geworden, bro. Hè? Nu gaan we nog snel 5 oefeningen pakken voor buik. En dan gaan we lekker naar huis. Maar check, check, die buik. Dit. Dit. Hele goedemorgen, beste volgers. We zijn weer wakker. Oh, ik ben kapot, jongens. Vandaag ben ik echt toteloos. Ik ga weer naar de gym toe. Ik ga lekker trainen. En vanavond gaan we naar Broederliefde, jongens. Want ze hebben een concert. En we zijn daar uitgenodigd. En ik ben benieuwd, jongens. Het is vandaag 1 februari. En ik ga zo meteen ook even wegen. Want ik ben nog steeds niet echt afgevallen. Maar ja, we blijven dan altijd erdoor gaan, jongens. Ik pak altijd een kleine 1,5 schepje. Maar voor degenen die dit gebruiken, maximaal 1 schepje, jongens. Oei. Kapot, man. Nou, daar zijn we dan, jongens. We zijn onderweg weer met mijn brada. We gaan vandaag trainen. Rug. We gaan vandaag rug pakken. En we gaan vandaag ook lekker cardio, jongens. Oh. Trainen vind ik altijd zo leuk. Maar die voeding. Mijn brada eet altijd bij. Was handig, maar ik ben ook goed bezig, hè? Lekker aan het bulken, hè, jongen. Ja, goed. Het verschil tussen mij en Frank is, kijk, hij kan gewoon eten wat hij wil. En ik hoef er alleen naar te kijken en ik kom al aan. Dat is het verschil. Maar ja, je moet gewoon doorgaan en knallen. De maand was voorbij en ik was niet echt heel veel kilo's afgevallen. Terwijl ik in mijn hoofd had dat ik echt goed bezig was. En ik ging foto's kijken, naast elkaar zetten en ik zag
dat er niet echt heel veel verschil was. Het is hetzelfde gewoon dat je voor je baas gaat werken, dat je gewoon een maand keihard aan het werken bent en op een gegeven moment aan het einde van de maand in plaats van 2000 euro salaris, maar 300 euro salaris krijgt. En dan gaat je baas zeggen, ja maar waarom? Dan zegt je baas, je hebt niet goed gewerkt. In februari, we zijn een kleine 5 weken verder. We gaan nu eens even weten. We begonnen op 100, hoeveel begonnen we, Frans? 109,8. Bismillah. Dus pas 2 kilo afgevallen. Dus we zijn een kleine 5 weken verder. En pas 2 kilo afgevallen. Dus dat wil zeggen, we moeten de draad nog iets harder aantrekken. Voeding moeten we nog beter aanpakken. Minderen met calorieën en opletten. We gaan kleine porties eten, maar vanaf nu gaan we weer gas geven, jongens. Dit is hoe ik er nou uitzie op 1 februari. Check dit. De tweede maand, toen heeft hij echt de schroef echt flink aangedraaid. Is hij steeds meer gaan minderen. Dan is hij echt op zijn voeding gaan letten. Ik had zelf nooit gedacht dat hij elke dag bij Basic Fit 500 calorieën zou verbranden op een step. Zo ken ik Moni. Hij wou jullie ook laten zien dat hij niet alleen met gewichten, maar ook met cardio en met boksen, dat ook helpt. Dat er ook goed is voor te trainen. Hij stuurde me elke avond van hoeveel calorieën hij had verbrand. Ik zei altijd, goed bezig. Als je doorgaat, ga je echt een zieke resultaat halen. En hij bleef elke dag doen. Daar was ik echt trots op. En toen de gyms dicht waren, ging die cardio een stuk minder. Want hier is het anders dan als je bij Basic Fit bijvoorbeeld gaat cardio doen. Want dan ben je onder de mensen, is het toch anders. De derde maand is aangekomen, jongens. We moeten gas geven. We hebben nog een kleine 3-4 weken om het maximaal uit het maximaal te halen. En dat doen we door voeding, calorieën omlaag en eiwitten omhoog. Niet te veel brood, suikers en dat soort dingetjes eten. En probeer kleine porties te eten, want dat is iets wat bij mij helpt. Ik probeer gewoon om de 2 uur lekker iets kleins naar binnen te werken en tel al mijn calorieën. Maakt niet uit welke calorieën je ook eet, tel alles op. Eet je een snoepje? Opschrijven. Eet je een koekje? Opschrijven. Eet je een broodje? Opschrijven. Eet je kipfilet? Opschrijven. Alles bijhouden. Maar zo ga je er bewust van zijn. Knallen, jongens. Pak deze na 20 minuten en daarna ga ik 20 minuten rennen. Dus een volle uur alleen maar cardio. Dan gaan we nog een pinch. Dan gaan we nog een beetje buikoefeningen pakken. En gewoon knallen. Als je iets wil bereiken, moet je doorstuk smoken hebben. En op het begin vond ik dit niet leuk. Maar naarmate de tijd ga je het heel leuk vinden. En steeds leuker en leuker. En op een gegeven moment ga je verschil zien. En dan ga je zeggen, ja, ik ga door. Je blijft knallen. Je moet in jezelf geloven. Dag in dag uit, elke dag achter je dromen aangaan. En blijf je knallen. Tweede maand is aangebroken. We moeten gas geven. En zoals iedereen weet is voeding het allerbelangrijkste. En dat blijf ik jullie ook altijd vertellen. Mijn voeding was de eerste maand wat minder. En daarom gaan we de tweede maand een beetje opschroeven. Dan gaan we knallen. Dan ga ik jullie laten zien hoe mijn lichaam er nu uitziet. En over een kleine maandje weer. En zo richting de 3 maanden. Want ik heb nog een kleine 2 maanden. En vandaag had ik niet veel tijd. Snel eten maken. En het probleem van veel mensen is dat ze weinig tijd hebben, dat ze dan gewoon snel een broodje eten. Dus snel een broodje gaat je ook snel die extra calorieën geven, begrijp je? Dus heb altijd je eten bij en wees gewoon strikt aan je dieet als je echt het maximaal uit jezelf wil halen. We gaan nu naar Rotterdam toe en mijn bradas van broederliefdes moeten optreden. We gaan het gewoon even checken, man, boys. Weet je wat dan het leukste is, bro? Na 3 maanden, de documentaire is voorbij. En dan, je hebt al die moeite gedaan, je weet toch? En dan op een gegeven moment, als je terugkijkt naar die video en je ziet die beelden, net als nu dat we dit bijvoorbeeld onderweg zijn, dat ik mijn eten bij moet hebben. Op dit moment denk ik van, moet ik weer mijn eten meenemen? Maar naarmate de tijd, ik zeg eerlijk, de eerste maand ging het een beetje minder.
Maar de tweede maand voel ik mezelf, voel mezelf wat lekkerder. Ja, man. Je weet toch, buiten het resultaat, ik zeg eerlijk bro, het begint echt, het geeft mij gewoon echt zo'n kick, man, snap je? Heerlijk. En dit is ook, het is niet verkeerd, ik vind het sowieso lekker, weet je toch? Wat eet je dan? Ik heb hier een bakje met kipfilet, basmati rijst. En heb een klein beetje maïs erin gedaan. En hier zoals je ziet, de spruitjes. Heel veel mensen vinden spruitjes niet lekker. Maar ja, weet je eens, don't do it for the taste. Doe het voor de function. Aqua Asia heet Movisa, voor degene die me kent die weten. Movisa ontspant vaak hier, zo Aqua Asia. Ik vind het lekker gewoon, ontspannen. Sfeer is ook altijd gewoon, je weet het, tranquilo. Voor mij is het vandaag gewoon alleen kreef en boontjes en een klein beetje rijst. That's it. Minder dan met calorieën, dat is dan van het. En dit, de eiwitten. Ik pak die kreef meestal hier zonder saus. Weinig calorieën. Dus hier heb je ossaasblokjes. Die schrijven. Kipfilet hebben we daar ook nog. We hebben hier Noordzeeton. Bami. Goed eten. En mijn team moet ook goed eten. En dan ja, dan komt de tweede maand aan. De eerste maand zeiden mijn cameramensen ook tegen mij van Moppies, heb je begint wel verschil te zien. Maar dat zeiden ze ook wel meer gewoon om mij te motiveren. Maar ja, zelf zie je het niet in of je nou bent aangekomen of afgevallen bent. Ik was 110 kilo en ik kon niet aan mijn lichaam zien. Ja, hoe ik nou op foto's terugkijk, denk ik van hoe heb ik die remmen zo kunnen loslaten. Maar ja, je ziet het niet als persoon zijnde. En dan komt de tweede maand aan en dan denk je van ja, je hebt nog maar 2 maanden de tijd. Maar in 2 maanden tijd moet je nou gewoon echt laten zien wat jij gewoon echt in 2 maanden gewoon het maximaal uit het maximale gaat halen, begrijp je? En de tweede maand kwam aan. Ik had veel dingen op de planning staan. Ik ben ondernemer, ik ben een zakenman, ik ben druk, ik ben een vader. Ik ben een ondernemer en ik heb veel dingen wat ik doe. Begrijp je? En op een gegeven moment ga je denken van ja, zal ik deze documentaire wel doen? Of beter niet? Laat ik het gewoon skippen. Maar het kan niet. Je hebt iets aan de mensen beloofd. En uiteindelijk moet je gewoon doorzettingsvermogen hebben. Begrijp je? Ik ben een motivator. Ik zeg altijd tegen mensen dat ze doorzettingsvermogen moeten hebben. En ja, dan kom je aan bij de tweede maand en dan denk je, oké, klaar, nu gaan we het echt eventjes opschroeven, jongens. Een nieuwe dag, jongens, een nieuwe dag. En vandaag is het zondag 2 februari. We zijn onderweg naar Eindhoven. We gaan even naar Infusion toe. En vandaag ben ik daar als special guest uitgenodigd, als special host. Dus niemand weet dat ik daar naartoe ga. Maar we gaan daar even naartoe en ik ga tussen de vechters staan. Stel dat we de hand lopen, gaan we daar even tussen staan, man. Dus, laten we vertrekken en ik ga jullie meenemen vandaag naar Eindhoven toe, man. Tijf van Oskar moet ook vechten, Mootje Boutassa, veel goede vechters moeten vechten. Khalid, ja, dat zijn in ieder geval echt topvechters, man. Die jongens, dat wel beastoes, man, knallen. Dus op een drukke dag ga ik jullie ook gewoon meenemen. En ik ga jullie laten zien hoe we dat gewoon allemaal combineren. Om op biceps leven, man. Laten we even denken. Van pompen in de gym naar pompen bij elke pomp, man. Bro, trek hem even voor. Hey, moet Oskar, papa. Wat ga je doen dan? Ja, gewoon even wat vragen beantwoorden. Ja? Ja, toch. Dat zijn veel vragen voor jou, zeg. Altijd, bro. Ja. De mensen zijn nieuwsgierig. En 29 februari, inshallah. Wat ga je doen? Lesloop. Ai. Derby, de Turkish derby, papa. We moesten zwaar geschut in huis halen voor de stand-down, zoals ik al zei. We hebben een aantal zwaar beladen partijen. En ja, die bicep van Moor, daar kom je niet tussen, dus die arm zet iets. Dus even tussen de vechters in. Dus het voelt super veilig vandaag.
Zoals jullie net zagen, jongens, Moetje Boutassa tegen Ghali. Dit wordt wel een echte zieke partij. 29 februari, inshallah, dan zal het er ook bij zijn. En er gaan in ieder geval veel mooie partijen komen. Eén dikke shout naar Brada Jeffrey. Maar dat gaat ook koud maken, 29 februari, inshallah. In ieder geval, ik ga jullie dan die dag ook weer meenemen. En nu gaan we lekker naar huis toe. Lekker gaan spannen. Naar Bicep Junior, papa, je bent te moeten. Jongens, we gaan lekker proteïnepannenkoeken maken. Heb je er zin in, Zing? Ja! Nee, je bent geen Zing, je bent Noah. Heb jij daar zin in? Hey, je bent helemaal nat. Of ik het? Ja! Wie is er dan? Oh, kijk eens papa's rug. Kijk maar. Niet aanraken, dat is toch vies? Kom, jij wegwezen. En jij ook hier komen. Zo, jij ook wegwezen. En jij, kom eens hier, jij de andere kant weer. Huppakee. En jij ook hier komen. Oh. Ja, kom. Allebei hier komen. Zo, allebei hebben jullie straf. Hup. Allebei hebben jullie straf. Ja? Of zijn jullie lief? Nee. Zijn jullie? Ben jij ook lief? Zijn jullie niet lief? Zijn jullie niet lief? Ben jij ook niet lief? Kom, allebei. Oké, wie? Hey, dat mag niet, hè? Hey. Geen ruzie maken, hè? Au. Hey, nee. Niet trekken. Niet doen. Jij ook niet doen. Hey, pas op, jongens. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes proteïnepannenkoek. Luister. Geen ruzie maken. We gaan proteïnepannenkoeken maken en dan gaan we lekker samen naar het zwembad toe. Ja! Ja, oké. Okay. Kom. Hup. Het is tijd, jongens, om proteïnepannenkoeken te maken, jongens. Ik pak gewoon één volle schep protein pancake mix en dan halen we een schepje voor de smaak proteïne. Dat is handel, jongens. Dit is gewoon lekker voor de smaak om in te nemen. Met 100 ml water of melk of wat dan ook. Ik weet niet. Je kan het met water nemen of ik neem het zelf gewoon met amandelenmelk. Heel simpel, kokosolie, je schudt het eventjes, check. Biologische kokosolie, papa. Je moet op alles proberen een klein beetje te letten, snap je? Zo, en voor de mannen onder ons, hè? Het is gewoon heel simpel te maken, dus je pakt gewoon één schepje van dit, halve schepje van dit, even shaken, oh die staat lekker goed aan hoor jongens, kijk. Oh, check het even. Kijk eens nog. Kijk eens wat papa lekker aan het maken is. Hè? Kom kijk eens. Kijk. Oh, bismillah. Kijk eens. Een proteïnepannenkoek, dat is handel, want die eiwitten moeten. Goed, papa. Goed zo. Hashi, nou ben jij lekker aan de beurt, Hashi. Huppakee. Kijk eens wat papa aan het maken is. Een lekkere proteïnepannenkoek. Wil je die ook eten? Ja. Je mag wel iets anders. Wil je dat ook? Oké, je mag zo meteen een beetje proeven. Kijk wel uit hier zo. Ga maar lekker een beetje daar spelen. Doe maar lekker spelen met je broodje, ja? Doe jullie maar spelen. Toch, jongens, dat is pas handel, jongens. Een lekkere proteïnepannenkoek. Ga je weer te moeten. Zo, een beetje lekker, hè? Hey, deur. Hallo, deur, een beetje rustig, jij? Hey, mijn grootste vriend altijd, hè? En wat gaan we vandaag samen doen? Zwemmen. We gaan vandaag ook samen zwemmen, inshallah. Ah ja. Sjof, kom. Een stukje. Ja, gewoon een klein stukje. Jij mag wel zo, dat is wel een heel groot stukje, hè? Kom, loop maar lekker naar binnen, jongens. Hier, zo deze kant. Kom. Daar zijn we dan. En waar zijn jullie biceps? Goed zo, nou gaan we lekker samen zwemmen, hè? Ja. Goed zo, jongens. Hey, en hoe? 1, 2, hoppakee. Nog een keer snel wedstrijdje. Nog. En we zijn nu lekker aan het ontspannen, jongens, in het zwembad. En zoals jullie zien, mijn haren beginnen ook een beetje terug te komen. De eerste twee maanden zo valt het een beetje eruit. De eerste maand, twee maanden valt het eruit. En dan op een gegeven moment, na een kleine 9 maanden, dan gaan mijn haren weer helemaal volop terugkomen. Voor degene die het nog niet weet, ik heb een haarimplantatie gedaan. En dat duurt een kleine 9 tot 12 maanden voordat alles teruggroeit. Dus zoals jullie zien, man. Het begint nu een beetje terug te groeien. En nu zijn we lekker aan het ontspannen, jongens. Lekker in het zwembad, chill.
Gelukkig zijn we nog niet helemaal, maar we hebben nog een kleine anderhalve maand. Dus we gaan er achteraan, jongens. Dus als we klaar zijn met deze documentaire, dat jullie gaan schrikken van dit lichaam. Kijk hoe het nou uitziet, hè. Nog steeds wel een zwembandje, maar dat moet tegen een kleine anderhalf maandje wel inshallah goed komen. Ciao! Ik ga jullie laten zien wat de makkelijkste warming up is. Voor degenen die moeite hebben met warming up, hier, let op. Maximaal. We gaan er weer tegenaan, jongens. Kijk. Nog steeds die buik. Maar goed, we hebben nog een kleine 5 weken. En deze laatste 5 weken gaan we die calorieën nog veel lager brengen, papa. Dus laten we weer beginnen. En ik heb jullie wat beloofd. En belofte maakt schuld. Dus we gaan er weer tegenaan. Vanavond gaan we iets lekkers maken, jongens. Kijk, dit is mijn favoriet. Bilel kipfilet papak. Jongens, dit is echt de handel. Vanavond gaan we die weer maken. Ik heb de hele proces gevolgd in deze documentaire. En het is ook wel geweldig dat ik alles van dichtbij meemaak. Elke keer dat die man zeg maar wakker wordt, stuurt hij me foto's van hoe die zijn resultaat nu eruit ziet. Maar mensen, ik ga jullie één ding zeggen, man. In het begin van die docu was Mo echt, als je nu die foto's ziet, hij was zo... Ja, sorry dat ik het zeg, maar als je dit ziet, die was echt dik, man. Maar ik zag het toen niet, want ik was toen elke keer met je. Maar hoe je nu eruit ziet, dat is gewoon... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dames en heren, hij is helemaal geshred, man. En het leuke aan dit is echt voor mij dan, voor mijn kant van het verhaal, is omdat ik alles heb meegemaakt. Elke stap die Mo heeft gezet, heb ik meegemaakt. Elke keer heeft hij me alles laten zien. In het begin van de periode dat ik dus met hem omging, van zijn hele documentaire, waren we dus elke keer naar Aqua Asia aan het gaan. Misschien 2 keer in de week, 3 keer in de week. Zeg maar, het grappigste van het hele proces van zijn documentaire is, dat in het begin gingen we echt constant naar Aqua Asia, naar etentjes en naar dit en dat. En ik zelf kwam gewoon al 8 kilo aan. En op een gegeven moment stopte het allemaal. En ik weet niet wat Mo had gedaan, maar hij had de knop omgezet. En in één keer was hij vol gas aan het gaan. En vanaf dat moment heb ik het hele proces meegemaakt. Dat hij gewoon met de dag droger wordt. En weet je wat ik het leuke van Mo vind? Wij allemaal tegenwoordig gebruiken allemaal fitness apps om alles calorieën bij te houden. Maar Mo, ik weet niet, hij heeft een notitieboek gewoon op zijn telefoon. En dan schat hij alles gewoon in. Het grappigste van alles is, het werkt ook nog, man. Het werkt ook nog. Maar kijk, dit soort dingen vind ik altijd heel belangrijk, begrijp je? Je eten gewoon snel zelf maken. Want ik weet hoe dat gaat. Als ik nu direct daar naartoe zou gaan en ik zou daar aankomen, zou ik een beetje snoep pakken, zou ik een beetje dit pakken, een beetje dat pakken. Let op jouw schema. Hoeveel calorieën mag je eten? Probeer gewoon binnen die calorieën te blijven. En ik weet wanneer we daar naartoe gaan, ik ga niet binnen mijn calorieën blijven. Dus lekker snel een visje maken, bak je zilverliter rijst, bak groenten erin en klaar. Och jongens, moe, we kunnen jij toch weer lekker eten maken, hè? Hoppakee. Ja, die staat bijna goed op. Hup, zo. Heel simpel. Groenten zijn ook belangrijk, hè? Groenten kun je gewoon bijna eten wat je wil, maar weinig calorieën. Dus probeer die groenten ook hoog te houden, papa. Hoog. Ik at
Ja, normaal voor mijn documentaire gewoon 5000 calorieën of zo. 5, 6000 calorieën, ik let er nergens op. Iedere avond sowieso chocola, standaard. En op een gegeven moment ga je daar een gewoonte van maken. En het zit allemaal tussen je oren. Het zit allemaal tussen je oren, want op een gegeven moment, van alles kun je een gewoonte maken. Begrijp je? Van elke dag lekker uitslapen kun je ook een gewoonte maken. Van elke dag vroeg opstaan en werken kun je ook een gewoonte van maken. Het is gewoon de strijd tegen jezelf. Jihad nifs, je weet toch? Je hebt gewoon de strijd tegen jezelf. En dat is de moeilijkste strijd. Je kan een strijd hebben met de ander, die win je of verlies je of wat dan ook, maar de strijd tegen jezelf is het moeilijkst. En dat heb ik deze afgelopen 3 maanden ook geleerd. Ik weet dat doorzettingsvermogen en mindset het allerbelangrijkste is, maar ja, om het te doen. Om het te doen is uiteindelijk een ander verhaal. Kijk, tegen mensen zeggen van ja, opstaan, doorgaan, doorzettingsvermogen, is makkelijk gezegd. Maar je moet het zelf ook doen. De tweede maand was aangekomen, toen dacht ik, Moke, we gaan die keuken induiken en we gaan er weer het maximale uit het maximale halen. En we gaan er gewoon maximaal tegenaan. We komen dus de tweede maand in. In één keer was er dus geen Aqua Asia meer. In één keer waren het geen etentjes meer. In één keer belde hij me alleen maar van, hey Joey, als je naar Breda komt, we gaan trainen. Dus ik naar Breda rijden, dan gaan we gewoon lekker sporten. 2 keer per dag sporten. Volgens mij, als ik het goed heb, was de routine elke ochtend opstaan. Dan ging ik cardio en een avond krachttraining. Als ik het goed heb. Hij trainde sowieso wel 2 keer per dag. Maar vanaf de tweede maand was het echt knokken voor hem. We komen dus in de derde maand. Ik zie hem weinig. Ik kreeg ook veel vragen in mijn DM van waarom zie je elkaar niet meer. Dat is natuurlijk door de hele coronacrisis. In de derde maand stuurde hij mij foto's en ik schrok gewoon. Iets wat ik tegen hem zei is, op de foto's lijkt hij ook gewoon langer. Ik weet niet, hij is zo droog geworden dat hij gewoon langer lijkt. En dan stuurde hij stuurde me gewoon elke dag dit soort foto's. Ja, ik weet niet of die camera het kan verwerken. Maar ja, in ieder geval, je ziet gewoon die before'tje dat ik met hem omging. En dan zie je de after en dat is gewoon ziek. Ja, dus nu zien jullie die resultaten dus van mijn bicep. Dat hij in één keer heel droog is geworden. Maar weet je wat ik dan grappig vind? Het zeg maar grappig slash erg vind, is dat... dat je het helemaal niet door hebt dat iemand vol is. Je hebt het gewoon niet door. Je bent elke dag met diegene. En het is niet erg om vol te zijn of wat voller te zijn. Maar wat ik dan grappig vind is dat je het niet merkt. En als ik dan nu foto's terugkijk van hoe Mo eruit zag. En nu eruit ziet. Dan zou ik tegen hem zeggen dat hij voor altijd zo moet blijven zoals hij nu is, man. Ik ga niet voor jullie liggen, man. Het is gek. Het is echt gekke werk. Ja, op Snapchat zegt hij altijd tegen mij, ja, maar jij maakt die eten niet ja, zelf. Ja, ik zeg eerlijk, geloof het nooit dat hij maakte. Ik dacht, zijn vrouw maakt die eten en hij maakt daar een stories eroverheen. Maar... Nee, oh, maar je ziet hem ook. Kijk, hij is gewoon chef. Hij zit nou achter de schermen. Hij is gewoon chef, kok. Lekker, man. Weet je wat we gaan doen voor de verandering? Weet je wat we voor de verandering gaan doen? Deze vis gaan we lekker zometeen hierbij gooien, gewoon. We gaan gewoon wokken. Je moet gewoon, weet je eens, bro, met eten maken, je moet gewoon zelf kijken wat jij lekker vindt en wat je wilt doen. Waar heb je dit geleerd? Gewoon net het niets een beetje proberen, man. Uit het niets, man. Deze man kan alles. Man. Nooit geschoten is altijd mis, brada. Maar geloof mij, want dat is de eerste keer dat ik dat nou ga doen. Deze vis ga ik nog gewoon niet bijgooien. Gewoon snel, ja, snel. Man. Maar dat kan toch? Wokken. Alles kan. Kijk, wokpan, kijk, hups. Wokpan, serkan, tarkan. Niks, alles kan. Niks brandt ook aan. Niks, nee. Hier. Sarcastisch, of wat? Nee, maar het brandt ook echt niet aan. Kom, camera, maar kom dichterbij. Brandt het aan hier zo? Nee, maar alles zit er. Maar dat verbaast mij. Kijk, zie je dat? Die vis. Kijk, die vis is nog goed. Hartstikke lief, bismillah, huppakee. Moke, jongen, wat doe jij dan weer goed, jongen? Kijk, Joey, als jij deze even schoon doet maken, snel, snel. Grapje, nee, man, ik zet hem even in de vaatwasser. Zie je, dat is echt een man, jongen. Ik regel het wel. Zet hem in die vaatwasser even. Hier, goed, ja. Ja, nee, ik kan gewoon in die vaatwasser zetten, hier. Ah, welke vaatwasser. Ah, deze gast, kom kijken. Check het. Hij regelt heel snel en gezond. En het leukste, deze is voor mij en Joey samen. Jeetje. Deze gaan we samen kantelen. Calorieën moeten we delen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Hij komt er niet doorheen. Zegt u dit, hij gaat straks in één keer kantelen. Ik heb een hapje. Nee, grapje, hij is zo goed voor mij, man. Eindresultaat, jongens. Hier, heel simpel en snel. Bismillah. Saha, man, dankjewel. Wat een leuke pakken, man. Heerlijk, man. Ik ga een cijfer geven, ja? Sa. Bismillah. Proeven. Chef, ja, toch? Chef Mo. Ja, man. Zandelen, maat? Is echt lekker, man. Ik zweer het, man. Thanks, man, bro. Thanks, man. En we zijn klaar, man. We hebben net die eten naar binnen gekregen. Alhamdulillah. Het was niet echt een hele grote portie. Maar goed, ik heb mijn kleine 300 calorieën binnengehaald. Is voor mij op dit moment, alhamdulillah, genoeg. Ik probeer mijn calorieën altijd richting de avond te schuiven. Dus stel je voor dat ik dan in de avond echt honger heb, dan heb ik nog wel calorietjes over. Dus, belangrijke tip. Schuiven met die calorieën, papa. Lekker ontspannen en genieten. Gewoon op je eigen tempo knallen. Snap je? Als je te snel wil gaan, dan ga je te snel stoppen. En dat is niet de bedoeling. Nu gaan we lekker ontspannen en we gaan naar Infusion, papa. We zien het, man. MB. Je hoeft niet van te praten, maar je ziet het goed, man. MB Nutrition, papa. Dat is pas handig, jongens. Werken, goed eten,
slapen, werken, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ten alle tijde doorgaan, doorgaan, doorgaan. Heel belangrijk. En we zijn hier zo'n Eindhoven, man, boys. Maar bij deze wil ik één dikke shout-out doen naar 5 Club Leuven. En jullie kijken of ze aanwezig zijn. Boys, die eiwitten moeten... Oh, hey, ja, ja, één dikke shout-out naar 5 Club Leuven. Kom je uit Leuven of uit de buurt? Moet je daar gaan, kijk eens. Kastie, we moeten dekken, dekken. Juist, kijk, 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 je ziet het even. Hup, hup, hup. Hier naar hier, even. Eén dikke shout-out, maar dat is 5 Club Leuven. Voor één iemand gekomen sowieso. Mijn broer Thij voor Oscar. Zijn laatste partij zoals Christer al zei. En we gaan even kijken of die al klaar is, broer. Kom. Ben je beetje klaar voor die, broer? Geen inshallah. Vandaag laatste wedstrijd hier? Laatste wedstrijd van Fusion, man. Ga je ons vandaag even een spektakeltje wegzetten, daar, of niet? Ik ga zo'n afscheid geven. Mensen gaan zeggen, shit man, waarom ben je vaker gegaan kijken? Yeah, shit. Mensen kunnen nog steeds naar jou komen kijken, bro. Ja, maar dan moet je veld vliegen voor dat. Maak je net op televisie, of waar ze kunnen je blijven volgen, man. Sowieso, maar ze kunnen niet meer live, weet je. Ja, yeah, moeilijk man, mijn brada vandaag. Ga denk ik het maximaal uit, het maximaal uit. En even kijken, wacht eens. Oh jee, yeah, dat is het belangrijkste waar alles van. Sowieso, met de pre-workout. Ik kom op een gegeven moment aan, derde maand, blokjes beginnen eruit te komen, ik begin het leuk te vinden. En het allerleukste was gewoon op een gegeven moment ging ik gewoon elke dag 2 keer trainen. Ik vind dat gewoon, ja, ik zat er gewoon in, ik zit er gewoon echt lekker in, buik trainen. Op een gegeven moment ging ik elke dag 500-600 calorieën pakken bij Basic. Maar ja, op een gegeven moment kwam die corona aan. Sportscholen gaan dicht, ik kan niet meer gaan cardioën. Althans, ik kan wel bij mezelf hier op de zaak gaan cardioën, ik heb een eigen sportschool. Maar ik vond het wel leuk om onder de mensen lekker te cardio, gewoon lekker een beetje om je heen kijken, lekker een beetje rennen en trainen. Dat was voor mij ook motivatie. En op een gegeven moment viel dat weg. En toen dacht ik van, ja, wat 9 van de 10 misschien zou ik doen. Dan was ik denk van, ja, mijn basic is dicht, ik ga niet meer trainen. Ik heb dan geluk dat ik mijn eigen gym nog had, alhamdulillah, waar ik kon trainen. Het was voor mij een hele moeilijke stap met cardio dan, want ik zat er echt lekker in. Maar ja, wat moet je doen? Moet je stoppen? Of moet je doorgaan? En we zijn er, jongens. Vandaag gaan we weer lekker even een uurtje buiten trainen. Lekker cardio in de natuur is heerlijk. En geloof me, ook al heb je geen zin, moet je alsnog proberen te gaan. En weet wat voor je het doet. Je doet het voor je gezondheid. En je gezondheid is tenslotte het allerbelangrijkste. Je kan geld hebben, je kan alles hebben, maar als je je gezondheid niet hebt... Ja, kijk, weet je wat het ook is? Wat ik ook heel vaak aan mensen wil meegeven is... Een gezond mens heeft 1000 wensen. En een ziek mens heeft maar 1 wens en dat is beter zijn. Dus wees goed voor je gezondheid en blijf dan altijd achter je dromen aangaan. En blijf maximaal gaan. Ik heb ook dagen dat ik denk van, ik heb geen zin. En dat bestaat niet, brada. Geen zin, bestaat niet. Kan niet, bestaat niet. Gewoon opstaan, ja, zondag lekker. Trappen rennen, dat is handel. Terwijl er heel veel mensen op dit moment lekker aan het slapen zijn, ben ik hier aan het rennen. Maar ja, het verschil moet er zijn. En dan moet jij niet in de zomer zeggen, ja, maar ja, hoe kan dat dan dat je bent afgevallen? Ja, dan komt het dit. Rennen. Trainen, opstaan en achter je dromen aangaan. En niet alleen maar bij. Mobies, knallen. Elk pondje komt door het mondje. Onthoud dat goed. Dus als je iets wil bereiken, denk eraan van, hey, ik moet doorzettingsvermogen hebben. Mindset is heel belangrijk, je moet in jezelf geloven. Want als jij niet in jezelf gelooft, wie gaat er dan in jou geloven? Jij, beste kijker, moet eerst in jezelf geloven. Ja jongens, zo zien jullie maar, hè. Het verschil moet er zijn. Kijk eens. Wat is handen, jongen, Frijns? Frijns altijd, ik volg het ook meteen ook, hè. Frijns altijd lekker frietjes eten. En dan hebben we nog een andere popje erbij, kijk. Lekker, hè? Ik heb deze mattie voor mij, ik zeg je eerlijk, bro. Want hij
aan de man die nou aan het filmen is. Twee cameramensen, hè. Red Bull en knallen. Soms wel kunnen bijvoorbeeld een 3 uur nacht, denk ik van... moeilijk, je kan hem nou niet bellen. Yo, maat, als goed. Ik denk, hè, is het nou 2 uur in de middag, 3 uur in de middag of is het nou in de nacht? En je hebt verschil moeten zijn, snap je? Sommige boys knallen, je weet toch? Net zoals ik nou op dit moment aan het doen ben, ik probeer iets weg te zetten. Want Brada is lekker, lekker friet aan het eten en Red Bull aan het drinken. En als moker, die skippen aan het eten met basmati, met rijst en groenten. Weet je wat het is? De 3e maand is nu aangekomen en ik vind het echt leuk. Ik hou alles bij, mijn voeding hou ik bij, ik weeg alles af. En het is dan niet meer moeilijk. De 1e maand dat ik wel, dat ik dacht van, oh ja. Yeah. Maar nu is het gewoon bam, eten maken, cardiootje pakken. Pak zo meteen lekker mijn vetburnertje. En gelijk ben ik naar de gym, lekker weer cardio. Ik wist nog, op het begin doe ik geen cardio, hè. Op het begin doe ik geen cardio. In 35 minuten, 300 calorieën. Ik was blij. Maar op een gegeven moment, naarmate de tijd, het ging steeds beter en beter, die cardio. Nu op dit moment pak ik in een kleine half uurtje, 35 minuten, richting de 600 calorieën. En dan zeg ik, ons smoke is goed bezig, hoor. Yes, dan is het alweer tijd voor onze volgende gast. En ja, deze man heeft biceps nog groter dan onze twee hoofden bij elkaar. Wow. Ja, niemand minder dan Mo Biceps! Mo Biceps! Mo Biceps! De man die weer gaat inspireren. De leven van de jonge Mo. Geloof jezelf. Hier is Mo Biceps! We zijn net even snel bij First geweest. We hadden snel even een interviewtje over de wijk. Ik had de laatste documentaire uitgebracht. Ik heb ze gewoon uitgelegd hoe het gaat in de buurt. Het is geen Brooklyn, je weet toch? Het is niet dat wij mensen zagen daar een hele dag met wapens, met Kalashnikovs lopen. Maar het was voor mij toen destijds als jongetje. Het was een heftige wijk. Als je televisie aanzet en het enige wat je ziet is corona, 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 corona. Er is gewoon tekort aan testen. Lijkt het maar, lijkt het maar. Dat is geen reden. Alle onze broeders en zusters snel doen genezen. Ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten, maar hoe dan ook in zo'n situatie zullen wij ook weer kijken van hoe gaan we het dan doen. Ik probeer nu ook wat buitentrainingen te filmen voor degenen die nog wel naar buiten kunnen. Zodat zij buiten kunnen trainen. Maar we leven gewoon nu op dit moment in een crisis. Het is eigenlijk gewoon oorlog, maar ja, oorlog tegen wie? Het is een vreselijke tijd en ik hoop dat we hier snel inshallah van af zullen zijn. Niet alleen ik, wij allemaal, door heel de wereld. En ik hoop dat alles inshallah snel zal goedkomen. Hey, dikke shout-out. Stabiele chicken. Dit was komen onze levering weer brengen. Handel, jongens. Get your protein high, daddy. Hij moet hoog blijven, weet je toch? We houden ze hoog, hoog. Toch, jongens. Een dikke shout-out naar Bile chicken. Bile chicken. Bielen chicken, eiwitten moeten ten alle tijden omhoog, hoog, 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 papa. Een dikke shout-out naar Bielen chicken. Dat is handel. De documentaire zit ook bijna op. Nu lekker die proteïne naar binnen weg, jongens. Kijk hier. Nog handel, jongens. Avocado, eitje, krekkertjes met salade, lekker wat kip. Get your protein high, daddy. De documentaire zit er bijna op, inshallah. En jullie gaan ervan genieten, jongens. Maximale halen uit het maximale. Ten alle tijden blijf doorgaan, niet opgeven. Op het begin is het moeilijk, maar op een gegeven moment ga je alleen maar lachen, papa. Goed eten is heel belangrijk. En niet te vergeten, shaken met hem binnen het rusje. Thijs van Usjan hier, 28 jaar, ik kom uit Tilburg. Ik ken Mo al een aantal jaren. Mo heeft ook veel voor mij betekend, met van alles en nog wat. Mensen zien ook wel, kijk, als je bent afgevallen, dan zien mensen dat wel. Maar als je bent aangekomen, zijn er niet echt heel veel mensen in je omgeving die gaan zeggen van je bent aangekomen. Maar ja, bij die kickboxgala toen Typhoon zag, hij zei het een beetje tegen mij op een hele andere manier. Ja, je bent aangekomen. Dus ik zag al dat hij wou zeggen van je bent een beetje aangekomen. Ik zeg ja man bro, ik ben aangekomen, ik heb haar implantaat laten doen en dit en dat. Ik zeg maar ik ben nou bezig met documentaire, ik ga afvallen. Ik zeg, lijkt het jou leuk om mij te trainen? En hij zegt gelijk, hij was niet eens aan het twijfelen. Hij zegt gelijk van, hé hey bro, kom laten we samen trainen man. Jij kan mij misschien helpen met krachttraining, ik kan jou helpen met afvallen. En op een gegeven moment gingen we boksen, kickboksen. We gingen de bossen in, we gingen lekker de trap op en af. We gingen rennen, we gingen samen trainen. We hebben bij mij op de zaak getraind en het was leuk. Op het begin was het voor mij echt zwaar, want kickboksen is gewoon een andere conditie. Kijk, met fitness, ik kan met jou heel lang volhouden. Maar met kickboksen is gewoon, het is anders. En probeer jezelf altijd uit te dagen.
De eerste paar keer dat ik met hem meedeed, kon ik het niet zo goed bijhouden. Maar naarmate de tijd, ja, was het gewoon dekking omhoog en knallen, knallen, knallen! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. Ik kwam Mo tegen afgelopen wedstrijd van mij. In februari kwam ik hem tegen. En toen zag ik al aan Mo dat hij een beetje was aangekomen. Ik zeg, Mo, wat is er? Hij zegt, ja, Typhoon, ik ben weer bezig met een documentaire. Ik ben weer iets aan het opzetten. Ik zeg, hoe ga je dat doen dan? Hij zegt, ja, let maar eens op. Ik ga die kracht die ik uit mijn fans haal, ik ga gebruiken voor mijn documentaire om mensen weer te motiveren. Ik dacht, jij komt wel van ver, mooi, je ziet er heel zwaar uit. Ik zag het ook al, met een bollere kop, een bloemkoolkop noemen we dat. Een volle buik. En ik denk, hoe gaat hij dat nou doen? Ik was na mijn wedstrijd natuurlijk naar Spanje gegaan, teruggekomen. En toen kwam ik hem tegen, was hij al een stuk droger geworden. En toen heb ik hem een beetje geholpen met petstraining. We zijn samen naar duinen geweest, samen trap gelopen. Ik heb een paar keer gepetst ondertussen. Ik moet zeggen dat hij zelfs conditioneel vooruit is gegaan. Qua fitheid ook. Ja, hij is echt in zijn gewicht naar beneden gegaan. Ik heb het resultaat al een klein beetje mogen zien. En ik kan jullie één ding vertellen, het is echt, echt niet normaal. Ik hoop dat jullie allemaal je motivatie uitputten. You're responsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the f*** are you to tell me what to do? I don't give a d- if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna f***ing do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fight back? Kleine 3 maanden geleden begonnen we hier in dit kantoortje op 109,8 kilo. Ik voelde me eigenlijk een beetje somber, ik voelde me niet zo fit. Maar op dit moment, vandaag de laatste weging. Ik ben benieuwd hoeveel kilo ik op dit moment weeg. En ik denk dat jullie ook benieuwd zijn hoeveel kilo ik in totaal ben afgevallen. Zijn jullie er klaar voor? Mo Biesje, de laatste weging, papa. Ai. Bismillah, jongens. Even kijken. Ai. Cameraman, kom eens checken, papa. 94,6 met kleding. Dus laten we zeggen nog een kilootje van kleding. 93,5. We begonnen op een kleine 109,8 kilo. Dus waar een wil is een weg. En niet waar een wil is, was ik weg. Blijf dan alle tijden doorgaan en geloof in jezelf. Mo-Pizza Papito. Ai. Daar zijn we dan, jongens. Een kleine 3 maanden verder. En een kleine 2,5 maand geleden had ik niet verwacht dat ik hier zou staan en dit tegen jullie kon vertellen. Mijn motivatie zat er de eerste maand helaas wat minder in. En ik dacht van, moet ik doorgaan of weer droog trainen? Ik keek video's terug, keek foto's terug. Ik was 110 kilo. Dit jaar heb ik het een beetje onderschat. Vorig jaar was ik niet zo druk net als dit jaar. Ik ben een ondernemer, ik ben een vader, ik heb 2 kinderen. Ik ben druk met vader zijn, ik ben druk met ondernemen. Ik ben druk met het motiveren van mensen. Maar alsnog, ik probeer om iets moois weg te zetten voor jullie. Om jullie te laten zien hoe druk je ook bent, dat je ten alle tijde doorzettingsvermogen moet hebben en dat je gewoon door moet gaan. Probeer geen smoesjes voor jezelf te verzinnen. Ik ben dit jaar begonnen op 109,8. Ik weet niet hoe ik de remmen zo hard heb kunnen loslaten. Ik dacht van na mijn documentaire van vorig jaar van ja, ik heb het goed gedaan. Mag nou wel lekker een beetje genieten. En naarmate de tijd kom je kilo per kilo aan. En je hebt het niet door. Je hebt het gewoon niet door dat je op een gegeven moment flink wat aangekomen bent. En op een gegeven moment na de zomer, in november, heb ik mijn haren laten doen. Afgelopen november 2019 heb ik mijn haren laten doen bij Herwold Istanbul. En ik mocht een kleine maandje niet trainen. En dan een maand niet trainen. En daarnaast ook nog niet eens goed eten. Dat is en. Dit jaar ben ik begonnen met 109,8. Dat is nog zwaarder als vorig jaar. En ik ben zelfs nog lichter dan vorig jaar. Want vorig jaar was ik 94,5 of zo, 95,5. En dit jaar, vandaag, precies de dag van vandaag, 93,5.
Ik ben een kleine 16,3 kilo afgevallen. Ik voel me goed. En mede ook dankzij mijn volgers op Instagram, op YouTube en de reacties van hey Mobisa, wie is er goed uit, maar je begint schillen te horen. En dan denk ik van ja, ik doe dit voor mijn volgers, maar mijn volgers motiveren mij ook weer natuurlijk om dit voor hun te doen. Dus zij geven mij die kracht. Zij geven mij die benzine om uiteindelijk vervolgens naar hun toe te rijden. Dus bij deze één dikke shout-out naar mijn volgers die mij hebben gemotiveerd wat ik vandaag aan jullie ga laten zien. En één dikke SO naar Bilal Chicken. Want zij hebben afgelopen 3 maanden mijn voeding keurig iedere week afgeleverd. Ik zie mezelf nog staan, de eerste week. Zo, ik had er geen zin in. Maar nu, Mobicep 2.0. Ik voel me gewoon handelen aan een andere persoon. Haren, jullie willen Mobicep altijd zonder pet zien. Nou dit is Mobicep zonder pet, jongens. Check het even. Ik kon helaas de afgelopen tijd mijn petje niet afdoen. Omdat ik natuurlijk een goed resultaat aan jullie wilde laten zien. Check het even, jongens. Mobicep zonder pet. 16 kilo minder, alhamdulillah. Ik voel me fit, ik voel me goed. Alleen de eerste maand, jongens, is het gewoon even inkomen. Ja, ook voor mij is het gewoon de eerste maand inkomen. Wij zijn mensen, wij zijn geen konijnen, heel de tijd gras eten. Nee, bouw het rustig op. Vorig jaar begon ik met 2800 calorieën. En dit jaar ben ik begonnen op 2500 calorieën eten. En naarmate de tijd ging ik steeds minder en minder en minder. Tot ik op een gegeven moment zelfs de laatste 2 weken op 1500 calorieën heb gegeten. En dat is heel weinig vergeleken met hoe mijn lichaam eruit ziet en wat ik eigenlijk binnen wil te krijgen. Mijn eiwitten waren heel hoog. Ik at veel eiwitten voor mijn spierherstel en spiergroei. En in dit traject, jongens, heb ik ook het Mobicep pakket voor jullie samengesteld. Dat zijn de supplementen die ik gebruikte tijdens mijn documentaire. Tijdens mijn documentaire gebruikte ik een pre-workout voor het trainen. Iedere avond een vetburnertje. Een proteinbar, want ik ben een snoeper. Ik hou van snoepen. Vorig jaar nam ik een Kinderboeien of een Twix in mijn voedingsschema. En dit jaar had ik lekker een proteinbar, jongens. Gewoon 230 calorieën, 20 gram aan eiwitten. Het is lekker en het vult goed. Alhamdulillah. En een whey protein natuurlijk voor je spierherstel en spiergroei. Dat neem je na het trainen en iedere avond in. Dit zijn de dingen die ik gebruikte naast mijn goede voeding. Goede voeding is van groot belang. Je kan supplementen gebruiken, maar als je voeding niet goed is, ja, dan is het een beetje, dweilen met de kraan open. Dus bij deze geef ik ook aan de mensen mee. Jouw voeding moet oké zijn. Als je daarna supplementen gebruikt, zijn het gemaksproducten die jou kunnen helpen in jouw traject. Maar het allerbelangrijkste is, let op je voeding en probeer kleine stappen te maken. Kijk ook niet naar anderen. Kijk naar welk resultaat jij hebt geboekt. Ik ben begonnen op 109,8 en alhamdulillah vandaag weer 93,5. Ik ben trots op mezelf. Ik kan ook naar andere mensen kijken die bijvoorbeeld 85 wegen en ik denk van ja, maar ik zit er niet goed uit. Nee, maar je moet kijken naar jezelf. Kijk niet naar een ander. Want iemand die van 180 kilo gaat afvallen naar 130 kilo, die is 50 kilo afgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat 130 kilo licht is. Voor zijn lichaam is hij heel goed bezig. Dus kijk niet naar een ander. Diegene van 130 kilo kan ook naar andere mensen kijken die bijvoorbeeld even zwaar als ik wegen. 93 kilo. Denk van ja, dat wil ik ook. Maar nee, beste kijker, kijk naar jezelf. Want een miljonair kan kijken naar een multimiljonair en dan kan die denken van ja, maar ik heb geen geld. Terwijl hij genoeg geld heeft. Begrijp je? Dus hou het hier. Je mindset, je doorzettingsvermogen en je moet in jezelf geloven. Ik geef jullie gewoon een paar belangrijke tips mee, jongens. Is omring jezelf met de juiste mensen die dezelfde doelstellingen hebben als jij. Omring jezelf met positieve mensen die gewoon positief denken en positief staan in dit leven. Voeding is van groot belang. Onthoud dat goed. De eerste week zal je geen verschil boeken, de tweede niet, de derde week niet. Maar op een gegeven moment ga je die verschil zien. En geloof me, dan ga jij pas knallen. Dus probeer gewoon ten alle tijde doorzettingsvermogen te hebben. Doorzettingsvermogen is heel belangrijk. En dan komen we bij het laatste kopje, je mindset. Wanneer jij hier denkt van, ik kan iets niet, dan ga je dat niet doen. Je moet denken, ja ik kan het. Je staat op, je kijkt in de spiegel en je denkt, ja ik kan het. Ik kijk vaak echt waar in de spiegel en ik kijk en ik denk van, Mobicep, ga door. Mohammed, ga door. Ga door, jij kan het. Je bent een doorzetter, je bent geen opgever. En dan ga ik naar de gym en heb ik zelfvertrouwen. Ik push mezelf helemaal. Ik zeg, ja Mobicep, je kan het. Ik sta op, ik ga door. Ik ga naar de gym en ik knal en ik probeer mijn doelen altijd achteraan te gaan. En dat is wat jij beste kijker ook moet doen. Blijf jezelf motiveren. Blijf jezelf motiveren en we zijn nooit te oud voor een schouderklopje. Dus weet je iemand in je omgeving die goed bezig is? Geef diegene een schouderklopje en zeg je diegene, je bent goed bezig. Nu komen we bij de onthulling, waar jullie zo lang op hebben gewacht. Heel mijn Instagrams, helemaal gebombardeerd met wanneer komt die documentaire, wanneer komt die documentaire. Maar wij gaan voor kwaliteit en nutrition. Inshallah tot aan de top. We zijn er. Mobicep. Dat is handig.